Je hoort het. We zijn onderweg. Het is Tony Blok die voor het hele park langskomt. Maar het is Geert Faber hoor, met 76 die de leiding pakt. En dan stuurt er iemand heel brutaal naar beneden. Bats, die zet hem daar even bij Geert Faber onder. Hij gaat er zelf bijna af. Ja, dan word je afgestraft. En dat kan heel pijn doen, kan ik u zeggen. En zoals Koos Meijer altijd zegt, Koos helpt. Harriet Sviers, Jelmer Nasens, Lazar de Vries, Sven Venema, Marcel Vlieg, Anne Bos, Jabbeke Loonstra, Ivan Kok en Dave Hogerhuis zitten helemaal achteraan. Dat is geen plek voor hem. En dan gaan we eens kijken wat er gaat gebeuren. Geert Faber nog steeds aan de leiding, maar het is Harriet Sviers in aantocht. De jonge dame van dit stel. Jelmer naast zijn vierde positie, maar er komt dan een aanval van Gert-Jan Valk. Naast gaat bovenlangs. En dan is het nog steeds Geert Faber, Harry S. Viers, Tony Blok, Jelmer naast Gert-Jan Valk, Marcel Fris, Jan van Landstraat. Wat een hele groep. Waar kan ik hem prikken? Snelheid 95 km per uur. Het is Harry S. Viers nu aan de binnenzijde. Patsa, daar is ze dan. De jonge dame uit Koekangen in die laatste ronde. Het is een jonge dame aan de leiding, namelijk de vrouwen. Ja, vrouwen aan de leiding. Harry S. Viers aan de leiding. Nee, nummer 77, daar zit een meisje. Ja, en die heeft Henriette.